Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport zegt dat er geen voedsel gebracht zal worden naar de gebieden in het achterland die met droogte te kampen hebben. Ze sprak verslaggevers gisteren voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De bewindsvrouw stelt dat er in collegiaal verband besproken zal worden welke stappen nodig zijn om de mensen tegemoet te komen. Er heerst nu op dit moment een extreme droogte in het binnenland. Met name Tapanahoni en boven Suriname, ook bij de inheemse, heb je dat. Maar natuurlijk zijn er ook andere ministeries. We denken aan sociale zaken en het ministerie van NH. Om even bij elkaar te komen, we bespreken het vandaag wel. Kijk, het kan alleen maar met het vliegtuig op dit moment. Want het is niet te doen om nu te varen. Dus... De minister geeft verder aan dat er vooral drinkwater geleverd zal worden voor de mensen in de gebieden. Ze zegt dat er voor de inheemse gebieden nog zal worden nagegaan hoe daar ingespeeld kan worden.